Oh, God. Be right back, hè? Dan ga ik heel mooi uit beeld. En dan doe ik zo de deur open. Ik weet niet of jullie dit horen, maar als je dit hoort, dan doe ik nu de deur open. Dus de kat eruit en doe ik hem weer dicht. Nee, dat ik hoor het niet in ieder geval. En dan kan ik wel, wel weer Pokémon spelen. Oef. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon X Avatar Lock samen met Sander van Gaming SB. Hallo Sander van Gaming SB. Hallo, nee. Ik deed helemaal niks dit keer ook, hè. Dit is zo oneerlijk. En dan moet hij toch lachen. En dan moet hij toch lachen. Ja, het is nu gewoon. Het is een beetje dat. Met die belletje van Pavlov is dat volgens mij. Dat je automatisch. Ja. Dingen gaat doen. Ik heb gewoon, als ik nu gewoon hallo zeg en ik ben met jou in een call, dan moet ik gewoon lachen. We gaan dit een keer checken als we Among Us gaan spelen en dan ga ik hallo zeggen en even kijken of je dan moet lachen. We gaan dit een keer checken. Ik pak heel eventjes de dingen bij, de routes op Serbi, zodat ik weet wanneer we weer Pokémon's mogen vangen. Dat mag. Dat accepteer ik. Ben jij inmiddels al in route 4, of niet? Weet ik niet. Ik ben in een of andere route met een doolhof en bloemen. Ja, dan ben je in route 4. Oké, want in deze route mag jij even kijken. Ik ben helemaal kwijt welke Pokémon's jij ook weer allemaal... Of welke types je ook weer allemaal mag vangen. Squirtle? Ja, oh ja. Ja, laat maar. Nee, maar vuur, elektrisch, dark, dragon, bug en normal. Even kijken. Ja, er zitten al een paar bug-Pokémon's die je mag vangen, hè? Ja, maar dat is niet zo interessant. En verder? Nee, ja, een paar bug-Pokémon's die je mag vangen. En Skitty. Oeh, mijn favoriete kat-Pokémon. Ja, precies. Die moet ik wel. Precies. Maar... Oké. Kun je ook die rollerskates uitdoen eigenlijk? Nou weet je, normaal heb je op de DS, of in ieder geval op de 3DS, heb je zo'n circle pad en heb je van die pijltjes. Met de gewone pijltjes loop je normaal, maar ja, dat ligt net waar je die hebt ingesteld op je toetsenbord. Oh. Ja, nee, dat weet ik niet. Nee, zo'n gevoel had ik al, want ik weet het namelijk ook niet. Oh. God. Be right back, hè? Dan ga ik heel mooi uit beeld. Dan doe ik zo de deur open. Ik weet niet of jullie dit horen, maar als je dit hoort, dan doe ik nu de deur open. Dus de kat eruit en doe ik hem weer dicht. Nee, ik hoor het niet in ieder geval. En dan kan ik wel, wel weer Pokémon spelen. Wat deed je kat? Ging hij op je toetsenbord staan of? Nee. De kat deed gewoon meeuw. Oh. En mijn deur is wat dicht, want ja, ik ben het opnemen. Mm-hmm. Alleen, dat vond hij niet zo leuk. Yeah. Dus toen wilde hij weg. Nou, dan gaat hij maar lekker weg. Ja, maar dan blijf je ook weg, godverdomme. Ja, nou, precies. Oh, dat was bij mij trouwens. Wat was bij jou? Nee, dat merk je in de opname wel. Oh, oké. Een WhatsApp geluidje. Ik kan het niet laten om het te spoilen. Ik hoorde het in ieder geval niet. Ik heb altijd web WhatsApp aanstaan, dus... Ah. Dus als het goed is als je dit terugkijkt... Hoor je het niet, want als ik het terugkijk wel, maar de kijkers als het goed is... Dat jij het edit, ja. Nee, als... Nee, dat klopt. Weer. Dit wordt echt leuk voor jou. Sure, alhoewel, als je niet vaak web WhatsApp open hebt staan, dan is het niet echt... Ik heb web WhatsApp dus nooit openstaan. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, dan weet je, herken je waarschijnlijk niet eens het geluidje vast. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, ja, dan... Maar dan heb ik je niet verward. Als iemand me nou even in Discord... Oh nee, wacht, ik heb OBS aanstaan, dan... Dat werkt ook niet. Nevermind. Ik moet nu al tegen een Corphish. Gelukkig gaat het nog goed, maar... Ik vertrouw het niet. En als ik straks een Skype bericht krijg, dan heb ik hem wel te pakken.
Maar niet heus, dat was sarcasme. Aha, aha. Nee, MSN werkt beter, denk ik. MSN. Staat dat überhaupt nog? Nee, volgens mij niet. Net als Hives. Oh, goeie Hives, oh, daar was ik echt vet goed in landleven. Toen ging Hives eraan. Toen had ik geen vrienden meer op Facebook die ook landleven speelden. Toen heb ik het nooit meer gespeeld. Very sad. Dit was mijn levensverhaal. Dank jullie wel voor het luisteren. Ja, ik kan weg. Ik heb mijn doel bereikt, eigenlijk. Dus ja, deze serie, dit was het einde. Eén badge hebben we maar, Sander. En dan is het al over. Zo jammer. Ja, ja, ik heb mijn levensverhaal verteld. Dus wat wil je nog meer in het leven? Vrij weinig. Precies. Iedereen wil mijn levensverhaal horen. Ik kom echt onderstappen Pokémon tegen. Dat is echt niet te geloven. Hé, hey, eindelijk een vrouwelijke combi. Die ga ik wel vangen. Dat evolved in zo'n Vespaquen. Dat klopt, ja. Heb ik wel eens gehoord. Dat heb jij goed gehoord dan. Ik weet niet wie jou aan die informatie heeft geholpen, maar die heeft niet gelogen. Marilyn, denk ik. Dat ik toen het eerste af is van Vespaquen. Ja. Want ik kwam niet verder in Platinum en dan keek ik altijd Maryland's LP. Oké. Dat was echt een van de eerste die ik überhaupt van wist dat die Pokémon video's waren. Oké, vet. En gewoon degene die er bovenaan kon man, bij YouTube. Maar, nou, dat wist ik toen toch allemaal niet hoe dat zat, joh. Ja, maar toen was het algoritme van YouTube ook nog gewoon goed, hè? Ja, dat is waar. Nu word je in je eigen wormholes gezogen. Ja. Als ik 3 keer Keuringsdienst van Waarde heb gekeken, dan kom ik er nooit meer vanaf, zeg maar. Precies. Waarom is deze combi zo moeilijk om te vangen? Wat is dit voor een onzin? Omdat het een vrouwtje is en die kan even weer. Oh, ik dacht gewoon omdat het een vrouw was. Ik dacht ik word niet geframed. Ik George vet veel van die trainers, maar... Misschien is het handig om te trainen. Nou, dat dacht ik nou ook net. Mm-hmm. Ik heb de combi. Voor in de box, ja. Nou, voor in de box ook zoveel moeite voor in de box. Ja, tuurlijk. Ja. Weet je hoe ik hem ga noemen? Dat ga je me nu vertellen. De Beyoncé. Oh ja, oké, die is wel leuk, die is wel leuk. Oh, Fletchling, daar gaat dood. Kut, sorry. Nee. Niet mijn Fletchling, daar. Jammer. Oh. Het is gewoon Fletchling, never mind. En hij is neer, mooi Pikachu. Kan die wat leveltjes gainen, zoals ze dat heel mooi zeggen. Daar houden we van. Heb Joshua's status overgenomen. Ik ga gewoon overal Engelse words in gooien. Ja, maar hij is ook Engels. Hij is opgegroeid daar, zeg maar. Dus dan mag het. Ja, dat explains een hele hoop. Je houdt het wel vol, hè? Je houdt het wel vol, hè? Ja. Ik zal nooit opgeven. Dat klinkt echt niet. Nevermind. Ik vind het wel cringe dat mensen dat doen. Eigenlijk. En als we woorden in de Nederlandse zin gebruiken. Ja, ik doe het ook soms als er geen goed... Ja, of geen goed Nederlands woord voor is... of echt een heel slecht Nederlands woord. Dat doe ik het misschien wel. Er zijn bepaalde uitzonderingen, inderdaad. Maar toch ook... Bij Joshua had ik er niet zoveel problemen mee of zo. Nee, ik ook niet. Er waren meer de zeikers op Twitter die er problemen mee hadden. Oh echt? Ja, ik heb ik niet nagekeken, maar... Ik dacht gewoon van... Nou, het viel me niet zo op. Totdat in Moltalk en zo het steeds benoemd werd. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh, nou ja. En Sander, weet je wat ook nog zo is? Nou. We mogen bijna stemmen. Ja, ik weet het. Ik wist het. Maar nu niet meer. Alleen, er is één ding en dat heb ik niet gecheckt. Oké. Dat ik het niet weet. Bedoel je dan? De partij waarop ik wil stemmen, die moet wel voor iets zijn. Oké. Anders dan ga ik niet op stemmen. Oh, ik ben wel erg benieuwd. Kernenergie.
Ik ben echt super pro kernenergie. Ja? Ja. Okay. Dus als een partij is maar, die niet voor kernenergie is... Dan... Maar dat komt ook een beetje door jouw opleiding, of niet? Dat je daar of dat je dat belangrijk vindt, zeg maar. Of dat zal je... wel ja, meespelen. Ja, want ik ben daar helemaal niet mee bezig, zeg maar. Dus of iemand dat nou wel of niet wil, zeg maar, dat is voor mij niet zo interessant. Nee, oké. Okay. Snap je? Ja. Kan ik niet bij voorstellen. Ja, maar goed, ik weet dat de andere groene alternatieven, niet dat kernenergie of heel groen is, maar dat is wel de beste at the moment. Dus ja, ik weet dat andere gewoon veel inefficiënter zijn. Oké, okay. Interessant. Ik ben wel al een aantal keer geswitcht van mijn keuze. Dat kan ook geen goed teken zijn. Ik ben wel benieuwd wat jij gaat stemmen. Ik weet niet of je het wilt zeggen. Niet in een aflevering in ieder geval. Misschien dat ik het na een aflevering wel wil zeggen. Maar ik ben, ik ben ook nog steeds niet zeker. Er is wel eentje waar die kans heel groot is dat ik er ga stemmen. VVD. Markboy. Altijd. Nou, eerlijk gezegd, dat was wel mijn eerste keuze. Alleen, daar ben ik dus misschien nog wel van het afstappen. Maar dat is nu niet waar ik het net over had. Maar in het begin was dat wel mijn eerste keuze, zeg maar. Maar, hoe heet het? Daar ben ik wel van afgestapt nou. Alleen, ik heb... Nu wordt het vorm voor democratie natuurlijk. Nee, dat zal het nooit worden. Nee, dat zal het nooit worden. Ach, gelukkig. Nee, weet je wat mijn probleem een beetje met Markie is? Ik vind Mark Rutte gewoon wel een sympathieke gast, zeg maar. En hoe hij het met corona en zo gedaan heeft... Hij heeft natuurlijk wel heel veel gezeik gehad. Maar ja, niemand had dat beter gedaan. Weet je, Mark Rutte is altijd een beetje... De guy die door... hoe zeg ik dit netjes? Door wappies. Yeah. Door Karens... wordt hij altijd gezien van, hij is de bad guy. Maar, valt wel mee. En hij heeft ook niet alles, heeft ook niet alles goed gedaan, hoor. Nee. Oh, dat zeg ik dan ook weer niet. Nee. Oh. Nee. Maar hij is ook niet de grote... Nee, precies. ...bad guy van Nederland of zo. Nee. Dat zou ik eerder Thierry noemen dan. Ja, als je precies. Iemand moet noemen. Of Geert maar, Wilders. Die mensen stemmen weer op Thierry, dus die denken dat niet. Nee, precies. Dus ik vind het erg lastig. Alleen ik denk... en mijn stemwijzer zei elke keer SP. Dat is wat mijn stemwijzer elke keer zei. Alleen die is of helemaal links of helemaal rechts. Volgens mij helemaal rechts. Of links, ik weet het niet. Is hij helemaal links of helemaal rechts? Ik kwam ook één keer op SP uit. Dat was met de kieskompas. Omdat ik een beetje... je hebt... Ken je een kieskompas? Jawel, toch? Mm-hmm. Dan heb je links progressief, rechts en conservatief. Mm-hmm. En ik zat in het link boven, zeg maar, zat ik een beetje in het midden en daar zit SP ook schijnbaar. Ja, dus, dan zullen ze helemaal links zijn. Dan zullen ze helemaal links zijn. Ja. Maar in ieder geval, ik heb drie van die dingen gedaan en bij alle drie komt SP heel hoog. Oh nee, dat is niet waar. Bij alle drie sta ik bovenaan. Het is geen grap. Bij alle drie staat 50 plus bovenaan. Alleen daar wil ik niet op stemmen. Dus, niet. Nee. Nou, verder stond bij alle drie SP heel hoog. Maar die vind ik, die is te extreem, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Die is zo aan één kant, zeg maar. Dat ik ze niet kies. Ja? Ik ga eerlijk met je zijn. Mm-hmm. Ik heb er geen idee waar SP voor staat. Oké. Okay. Maar nu zit ik wel met aan een andere te denken. Maar ik zit ook nog, ik las vanmiddag allemaal van een wat kleinere partij. Dat best wel veel mensen daarop gaan stemmen. Dus ik ben wel geïnteresseerd wat die dan doen, zeg maar. Ook best wel veel jongeren. Dus ik ga dat eens opzoeken. Want hoe grappig zou het zijn als zo'n kleine partij, waar eigenlijk niemand aan denkt, en iedereen opeens op stemt, dat die dan de grootste worden. Dat zou fucking grappig zijn. Dat zou mooi zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Laat eerlijk zijn. Nou, we weten allemaal dat Mark Rutte gewoon weer minister-president gaat worden. Want, ja, dat denk ik ook. Ja. Als je de peilingen ziet, dan
Nou, ik heb heel veel peilingen van Thierry gezien. En die zegt dat hij steeds bovenaan staat. Ja, dat dus, klopt. Maar die peilingen zijn van Thierry zelf, hè. Dus, Nou ja, van mensen die Thierry volgen. Oftewel, van mensen van Forum voor Democratie. Dus. Ja, erg betrouwbare bron ook. Vind ik altijd fijn, hè. Als je betrouwbare bron hebt. Nee, dus ik heb nu eentje in mijn hoofd en daar twijfel ik nog of die ene grotere partij of die kleine partij. Maar dat moet dus nog even kijken. Dikke cliffhanger voor de mensen thuis. Ja, maar dat is wel een cliffhanger die voor hun nooit beantwoord zal worden. Want ik ga dat niet. Ja. Ik vind niet dat ik dat op internet moet zeggen of zo. Ik wil het best wel tegen jou zeggen of tegen iemand zeggen, maar... Oh, ik ben er echt heel open in. Ja? Nou. Ja, boeit mij echt niet. Spannend. Ik heb wel echt één ding. Ik heb dus meerdere kieswijzers gedaan. Mm-hmm. Ik ook. En bij alles komt iets anders uit. Ja, dat schiet op, hè. Daar heb je echt helemaal niks aan. Ik heb een keer Piratenpartij gehad. Ik heb een keer Volt gehad. Ik heb een keer GroenLinks gehad. Ik heb dus een keer SP gehad. Oké. Okay. Ik heb echt zoveel dingen gehad, joh. En welke gaat dat worden? Als je het wil zeggen. Als ze voor kernenergie zijn, dan Piratenpartij. Maar dat is meer een tactische stem. Ik ben niet op zich, als ik eventjes naar de stemwijze kijk, niet met heel veel dingen met ze eens. Alleen, ik vind gewoon dat er meer shit moet komen met qua internetveiligheid. En daar zijn ze heel erg voor. En ja, dat is gewoon meer... Dat is op zich ook een kleine partij. Dat is eigenlijk gewoon meer tactische stem dan eigenlijk echt de partij waar ik... voor zou gaan. Okay. Oh, Jong heb ik trouwens ook een keer gehad. Oh, jezus. Ik heb heel veel mensen gehad. Ja. Maar ik heb ook best wel veel stemwijzers gedaan. Dat ik kun wil je wel zeker zeggen, weten. Ja. Maar ja, nu word je alleen maar onzekerder misschien, omdat je elke keer andere. Nou, dat valt op zich wel mee, dat ik dus een beetje meer denk aan strategisch stemmen in plaats van stemmen waar ik het meest mee eens ben. Ja, maar waarom zou je dan niet stemmen waar je het meest mee eens bent? Waarom zou je dan niet voor kiezen om te stemmen met waar je het meest mee eens bent? En... Nou, oké. Ik heb dus Jong, die kwam bovenaan. Ja. Ik wist niet wat het was, dus ik heb het opgezocht. En hun site, en eigenlijk alles wat ze zeggen, denk ik... Ja, daar ben ik het mee eens. Alleen ik ben dus bang dat heel weinig mensen erop gaan stemmen. Ja, precies. En ik heb al van meerdere mensen gehoord dat ze op Piratenpartij gingen stemmen. Gewoon niet per se van mensen die ik ken, maar wel gewoon via internet en zo. Dus dan denk ik, ja, dan kan ik beter dat doen. Dan heb ik en het stukje internetveiligheid dat de kamer in komt en ja. Ja. Dus dat is een beetje. Alleen over het algemeen is Piratenpartij natuurlijk ook een kleine partij. Ja. Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Alleen... Dus wat dat betreft zou het dan eventueel niet per se uitmaken of je nou Jong of Piratenpartij stemt. Omdat je al sowieso een kleine partij stemt. Ja, behalve dat ik denk dat Piratenpartij wel echt een kans maakt. En ja, Jong precies. Denk ik niet. Ja, omdat Jong er ook echt voor de eerste keer in zit. En Piratenpartij kennen de mensen al. En ja. Ja, wat ik... En ze weten ook een beetje dat ze voor internet en zo heel erg zijn. Ja, dat ze daar heel erg voor. Ja. Daar staan ze dat is bekend. Een beetje waarom ik dan eerder Piratenpartij zou stemmen. Ja, ik las dus vanmiddag een hele hoop mensen, dat is die ene kleine partij waar ik het net over had, een hele hoop mensen zeggen dat ze Volt gaan stemmen. Ja, klopt. Wel dat ook een kleine partij is, dus daar ben ik nog, ik ga me dus nog even inlezen wat Volt dan precies doet, waarom iedereen dan per se Volt gaat stemmen, zeg maar. Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Hoe ze aan die keuze komen. Eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Nee. Ik weet dat het een partij uit de EU is, zeg maar. Uit de EU? Dat is Nee, dat zeg ik verkeerd. Een partij die in meerdere landen actief is. Oh, oké. Okay. In de EU. Laat ik het zo zeggen. Ja. Zo weet ik zeker dat ik het goed zeg. Oké. voordat ik dingen verkeerd zeg. Oké. Want ik weet niet of het echt een partij is die ook in de Europese Raad zit, namelijk. Maar... Dat lijkt me niet, omdat het een kleine partij is. Ja. Maar... Nou ja, als je ziet naar de
naar de posters en zo. Ze hebben best wel veel budget volgens mij. Ja. Dat is, Dus daar zit ik ook nog aan te denken om daar misschien op te stemmen. Ik zou zeggen... Oké, okay, dus ik heb er al ik heb er al eentje verklapt nou. Eén van de twee. Waar ik tussen twijfel. Ja, dat is gevaarlijk. Dat is eigenlijk regel 1 van influencers zijn. Nooit uitspreken over politieke dingen. Dan krijg je altijd haat. Ja. Nou. Maar ik twijfel. Ik heb nog niet gezegd waar ik op ga stemmen. Nee, dat is waar. Ik ben nog safe. Ja. Weet je, ik heb ook zoiets. Kijk, als jij voor de PVV of Vorm voor Democratie of DENK wilt stemmen. Ondanks dat dat echt de drie partijen zijn waar ik sowieso niet op ga stemmen. Mm-hmm. Ja, heb ik wel gewoon zoiets van, ja, als jij dat wil, sure. Ja, en weet je dat ik... Al heb ik dat bij Thierry nu ook weer steeds minder, omdat hij steeds meer de complottheorie gekke hoek op gaat. Ja. Maar in principe... heb ik wel zoiets van, ja, als mensen daarop willen stemmen, moeten ze dat mooi doen. Ja. Ja. Maar het is niet mijn keus. Nee. En ik hoop ook van heel veel mensen niet eigenlijk. Dat hoop ik, maar... Nu moet ik wel zeggen dat DENK wel een stuk beter is geworden dan dat het was, zeg maar. Dat is waar. Ik ga heb niet opstemmen, die... maar... Uit de drie zou ik niet het eerst kiezen. Ik heb die lijsttrekker inderdaad gezien bij NOS op 3. Mhm. Die hadden wat, wat discussiepuntjes. En ik heb niet de hele fragment gezien, maar het stukje dat ik gezien had, was hij wel redelijk inderdaad. Alleen ja, ik heb er toch een beetje verkeerd beeld bij. Ik vind die tweede man zo'n enger, die Kuzu. Die Kuzu, ja. Ja, die nou, vind ik zo eng. Ja, die Asser kan nog wel, maar die Kuzu inderdaad, nee, ja. Ik denk dat dat vooral is wat mij tegenhoudt. Van, oh ja, dat is die rare... Dat is ook een beetje een complotgekkie. En dan aan de linkse kant van de lijn. Ja, toch. Ja. Ja. Je kan ook nog tenminste, op... Tenminste, was. Ik weet dat het 4 jaar geleden zo was. Ik kan niks zeggen over nu. Je kan ook nog op Sylvana Simons stemmen als je wil. Ja, nee, dat is ook niet of mijn ding. Of op Johan Flemings. Voor de Partij van de Feest of zo. Nou, nee, dat is... Nee, die staat helemaal achteraan op de lijst, in zijn eentje. Ah. De feestpartij. Het is echt waar, ik maak geen grapje. Dit op zich niet zo gek. Je had toen toch ook... hoe heette die partij nou? Partij voor de niet-stemmers was dat. Terwijl je kunt ook gewoon blanco stem doen. Nou, ja. Maar, ja. Want de niet-stemmers was eigenlijk nergens echt mee eens of mee oneens. Ja. Wat is dat dan voor een loserpartij dan? Nou, ja. Nou, dat. Alleen al heb ik wel respect voor de mensen die een blanco stem inleveren. Ja. Omdat ze dan toch de moeite hebben genomen om te stemmen. Maar dan blanco. Ja. Ik vind dat beter dan helemaal niet stemmen. Weet je wat het een beetje was met de Partij voor de Niet-stemmers? Mm-hmm. Ze zeiden, zo laat je zien dat je niet eens bent met alle partijen waar je nu op kunt kiezen. Maar dat is exact wat je met blanco eigenlijk ook doet. Yeah. Heel veel mensen zeggen, ja, als je blanco stemt, dan gaat je ding naar de grootste partij. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Nee. Volgens mij, als je daar... Dat is ook niet zo. Maar heb ik daar laatste video over gezien dat het niet zo was. Nee. Lijkt me ook niet. Ik wil niet zeggen dat alles op het internet waar is, maar het zag er wel legit uit. Ja. Dus. Nee, het lijkt mij niet dat het zo werkt. Zou ik wel raar vinden dat het zo werkt. Nou. Ben je inmiddels ook al in Lumio City of niet? Ja, ik heb Fennekin gekregen. Oh, je bent zo lastig. Hey, ik heb het alleen bij Squirtle en Fennekin gedaan, verder niet. Ja, dat zijn Froakie en Charmander dan. Ja, hey. Wat ben je goed in Pokémon, zeg. Je weet de bijnamen. Ik wel. Oh. Maar we zijn wel even ver nu. Dat... Als je praat over de Holocaust. Wat?
Wat? Wat? Waar gaat het nou over? Oh, de holocausten. Ik dacht, waar heb jij het nou over? Nevermind. Ik dacht al, what the fuck? Dat krijg je als je de game nog nooit gespeeld hebt. Ik was zo verward. Ja. En weet je, we zijn, echt nog lang niet bij de tweede jam, hè. Echt, het duurt nog fucking. Hoezo? De tweede jam kwam toch heel snel? En dan de derde jam duurde toch heel lang? Nee, tweede jam duurt zo lang. De tweede jam duurt heel lang voordat je daar bent. Ah. Echt extreem lang. Moet je al nagaan dat we nu al... Ik denk dat we na de volgende aflevering er nog steeds niet zijn. Oef. Ja, en deze aflevering is ook nog niet af. Jerno en die andere man, die zijn zo aan het praten en zo. Hou op, jong. Ik weet niet eens hoe je heet. Jerno en Trevor. Trevor, ja. Ja. Is dat die ginger? Ja. De nerd. Moet ik iets met die bij die Shauna doen? Of kan ik gewoon doorlopen? Je moet links een café in. Als het goed is, staat Serena daar op jou te wachten. Oh, ik moet naar Serena toe, dus niet naar... Okay. Wat is dit voor gebouw? Is dit een Pokémon Center? Mijn god. Oh, waarom kan ik niks? Ja, dat is lastig. Dat is wel lastig in het stadje met de skillers, of niet? Ja. Oh, dus het ligt niet aan mij. Oh, nice. Jawel, het ligt wel aan jou. Oh. Hoeveel minder nice. Nee, niet nog een keer healen. Nee. Sad. Nee, het is niet gebeurd. Okay. In my defense. Bulldoze, Struggle Burks, Forspace. Holy damn. Dit zijn goede TM. Oeh, die Struggle Burks is oprecht interessant. Als ik genoeg geld had. De volgende route, van route 5, zijn ook best wel interessante Pokémon's die we kunnen vangen. Dat zijn voor jou Pancham, want die wordt ook dark. Oh, die is wel vet, dat is toch die beer? Ja. Ja, die vind ik wel redelijk nice. Ik kan eventueel een Abra vangen. Oh, dat is ook chill. Kijk, wat hebben we nog meer? Heb ik poison? Nee, hè? Even kijken. Nou? Nee, ik heb ghost. Wie heeft dan poison? Niemand. Ik had poison met water, heb je poison. Ah. Oh. Connect and meet all the players, goed op. Nou, Sander. Sorry. Ik zal niet zo'n soort zalt in. Mag ik zo'n Sander zalt in het chat? En jij kan... Ik moet het weer doen. Hè. Ik moet het weer doen. Altijd. Maar Sander. Wat wil ik nou zeggen? Ik ben het helemaal kwijt. Oh ja. Jij kan eventueel ook nog een Pokémon vangen. Maar die komt alleen in hordes. In horde battles. Dus misschien makkelijk als je een Pokémon met Sweet Scent bij je hebt. Ja, dat heb ik niet. Nou, dan moet je geluk hebben dat je een horde tegenkomt. Maar dan kan je ook nog... Scrafty tegenkomen, of die voorevaluatie daarvan. Scraggy. Dat is een dark fight. Is ook wel oké. Okay. Ja. Maar die kan je ook... je kan ook eerst Pancham vangen en dan... Maar Pancham is toch ook dark fight? Ja, maar mocht hij ooit een keer dood... Ja, dan ga ik liever voor Pancham. Ja, mocht hij ooit een keer doodgaan, dan kan je die eventueel nog gebruiken. Ja, dat is waar. Maar dan kan je hier eventueel ook nog naar terug vliegen straks. Ja, precies. Ik heb Furfru, die hele lelijke hond, weet je wel, die Jordi vet vindt. Vindt Jordi die vet? Ja, hij sport niet. What the fuck? Halucha, die is pas vet. Oh, die vind ik zo vet. Ja, die is echt vet, die mag ik vangen. Nou, oh ja, tuurlijk, je bent flying. Wie mag die nog meer vangen? Fighting? Oh, dat is natuurlijk ground. Ja. Ja. Ja, ik weet dus echt niet waar ik naartoe moet. Ik heb met Irina en Lysander... Als je dat cafeetje uitloopt, moet je naar links en dan naar rechts, zeg maar. Er staat heel groot nummer 5 boven. Dus route 5. Oké, ik ga zoeken.
Het is in ieder geval uitgang van de stad en daar staat een hele grote vijf boven. Hier is een mannetje. Daar mag ik niet langs. Oké. Dat niet, joh. Mag ik hier ook niet langs? Bruh, nee. Fuck je blackout. Wie ben je man hier, jong? Het is de uitgang van de stad in ieder geval. Route 5. Het is een uitgang, het lijkt me op een gebouw. Oh. Oh, daar komt een mannetje uit. Nee. Hier staat wel een mooie tv, maar... Nee. Niet weer terug in. Oh. Het is duidelijk dat het de uitgang is in ieder geval. Nou, voor mij ook. Yeah. Oh, wauw. Jij bent een geval apart. Voor mij ook, denk ik. Hola, clip received. Ja, dan ga je duidelijk. De goede kant op. Het is duidelijk. Kijk, we moeten blijven. Oké, cool. Dan gaat zo meteen nog een mannetje in een paars pak tegen je praten. En de gymleader van de derde gymleader. Die we nooit tegen gaan komen. Die we nooit gaan bevechten, want het duurt heel lang. Ja, dat is niet eens de tweede gymleader. Oh. Dat is dat vrouwke met die Lucario. Die gaat nog tegen je praten straks. Oeh, die ook nog. Oeh. What the fuck? Wat is er met deze man aan de hand? Alles. Wat geeft die mama? Wat gebeurt hier? Allemaal O-powers. Dat was, vroeger was dat best wel chill. Iedereen wilde dat terug, zeg maar. Dan kon je, zeg maar, O-powers inzetten. En dan waren of je Pokémon sterker of je hatchkracht was sneller en dat soort dingen. Is dat gewoon net zoiets als X-items? Nee, dat is voor een hele lange tijd, zeg maar. Dat is niet, geen battle item, okay. Zeg maar. Oké. Dan heb ik niks gezegd. Nee. Dan heb ik nog steeds iets gezegd, maar dan was het niet waar. Nee. Dat vooral. En dan denk ik, als jij zometeen met Corina gepraat heeft, dat vrouwke op de skates, dan gaan we de aflevering met die Lucario's. Ja. Daar ben ik nu tegen aan het praten. Die gaat weg. Oké, doei. Dan gaan we de aflevering beëindigen, ja? Ja, is goed. Oké. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. En ook niet op dit kanaal. Dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Hoi.